Hallo, ik ben Bahara Osmani, geestelijk verzorger in GGZ Noord-Holland-Noord. Ik doe vandaag de degravering vanwege de suikerfeest voor volgende week. Dan hebben we suikerfeest of Eid al-Fitr. Ik neem dat nu op. Maar het is pas volgende week dinsdag en, of woensdag. Dus ik wens jullie een hele fijne, gezegende en een mooie suikerfeest. Een mooie Eid al-Fitr voor iedereen die het viert. Voor iedereen die het viert. En, mijn naam is Bahara Osmani, geestelijk verzorger in GGZ Noord-Holland-Noord. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd. Maar goed, ik heb wat dingetjes voor jullie om te vertellen. En filmpjes om te laten zien. Dan hebben jullie een beetje idee wat Eid al-Fitr is. Ik begin bij het felicitatie en dat moslims blij zijn om, dat ze een hele maand hebben gevast. En dat we de mogelijkheid hebben gekregen om vergeven te worden en zuiver te zijn van alle zondes, beter persoon te zijn dan voor Ramadan. En dat is een hele maand training geweest voor ons. Het is heel hard werken. Voor de moslims, omdat we ook gewoon onze dagelijkse dingen door blijven gaan met onze dagelijkse dingen, zoals werken en school en alles. In islamitische landen heb je meestal wel vrij in Ramadan, maar hier moeten we gewoon toch wel doorgaan en meemaken hier, gewoon meemaken. Dus dan vieren we suikerfeest met onze familie en vrienden. We kopen elkaar cadeautjes en versieren het huis. We versieren ook eigenlijk de straten. Als je in eigen land bent, dan versier je ook de straten. Met lampjes en lichtjes en van allerlei soorten versieringen die er zijn. Dus ik vraag iedereen om daar een begrip voor te hebben voor als het een beetje druk is bij de moskeeën. En of als je ziet dat moslimburen naar buiten gaan met mooie kleren, dan denk je van oké, wat is dat dan? Nou, dat is dus suikerfeest, mensen vieren het. Op deze manier gaan best wel vroeg naar de moskee en daarna weer bij elkaar. Dus ik laat jullie wat filmpjes zien. Ik hoop dat het vanaf hier te zien is. Het beeld is best wel groot. Het suikerfeest wordt gevierd aan het einde van de Ramadan, de maand waarin moslims vasten. En dat gebeurt met heel veel lekkers op tafel. Het feest duurt 3 dagen. In Nederland vieren zo'n 850.000 mensen het. Het wordt in veel landen in de wereld gevierd, zoals hier in Indonesië. Mensen gaan met het suikerfeest naar de moskee om samen te bidden. Na het bidden is het tijd om met de hele familie lekker te eten. En dat betekent vooral veel zoete koekjes, zoals baklava. Zoals jullie zien, liggen hier allemaal heel veel zoetigheid tijdens het suikerfeest. En dit is natuurlijk spruit en dat vinden wij heel lekker. Ja. Ook in veel winkels merken ze dat het suikerfeest is. Veel mensen kopen namelijk nieuwe kleren. Ik probeer wel altijd iets nieuws te dragen met suikerfeest. Een beetje chiquer is dan wat je gewoonlijk op het werk aan kunt. Ja. Veel kinderen die ons filmpjes stuurden vinden nog iets heel leuk aan het suikerfeest. Aan het suikerfeest kopen we met z'n allen cadeaus voor elkaar. Oh, dat is schattig! Dank je! Dank je! Ja, dat was dus het filmpje. Iemand had het opgenomen en ik heb op internet gevonden voor makkelijk om dat even te laten zien. Er is nog eentje. En dat is in het Engels. Even kort voor even kijken hoeveel minuutjes. Dat is bijna 2 minuten. Eid al-Fitr, the festival of breaking fast, is a time of celebration and signifies the end of Ramadan, one of the holiest months for Muslims. The festival takes place during the first 3 days of Shawwal, the 10th month of the Muslim calendar. The beginning of Eid al-Fitr, after a month of fasting, marks the first day that Muslims are able to eat and drink during daylight hours. On the first morning of Eid al-Fitr, Muslims join together for a special communal prayer.
Eid al-Fitr is also a time to wear new clothes and give gifts. People visit family and friends, sharing embraces and greetings of Eid Mubarak, or Blessed Eid. Eid al-Fitr is also known as Sweet Eid, in reference to the variety of desserts served throughout the world. For example, ma'amul, a shortbread cookie filled with dates and nuts, is enjoyed in Jordan, Lebanon, and other Levant countries. Another important aspect of Eid al-Fitr is Zakat al-Fitr, or Sadaqah al-Fitr, which is a donation given to those with few resources so that they can also celebrate Eid al-Fitr. Although similar to the yearly tax Zakat, one of the five pillars of Islam, Zakat al-Fitr must be paid during Ramadan, before Eid prayers begin. All Muslims pay Zakat al-Fitr if they have the financial means to do so. The head of a household can also pay for any dependents who don't have their own wealth. Eid al-Fitr celebrates the success of Ramadan and one's strengthened relationship with God, highlighting gratitude and charity. Ja, inderdaad. Het is het vieren van succes van de Ramadan, zoals jullie hebben gehoord. En ik eindig met een mooi lied van Marjezee over het suikerfeest. Ik zal hem even aanzetten en dan sluiten we af. Even kijken hoor. بعد انتظار ملك كل السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد Let's enjoy this happy day عيد مبارك Come on let's celebrate عيد سعيد Let's enjoy this happy day عيد مبارك Let's enjoy this happy day.
Eid al Mubarak, come on, let's celebrate. Eid al Sa'id, let's enjoy this happy day. Eid al Mubarak, come on, let's celebrate. Eid al Sa'id, let's enjoy this happy day. Eid al Mubarak, come on, let's celebrate. Eid al Sa'id, let's enjoy this happy day. Eid al Mubarak, come on, let's celebrate. Ik wens nogmaals iedereen een heel mooi suikerfeest. Ondanks alles wat gebeurt in de wereld. Nou, het is wel moeilijk om suikerfeest te vieren. En ik vraag. Even op pauze zetten. Ik vraag alles van het halen om. Ik vraag Allah de Verhevene om deze mensen te. Vrede te brengen bij de mensen waar oorlog is. Ik vraag Allah om de mensheid te bevrijden van egoïsme. En van. Van egoïsme, denk ik. Vooral dat het men voor de anderen niet gunt wat voor zichzelf gunt. Waardoor er heel veel oorlog komen en mensen doodgaan die onschuldig zijn. Dus ik wens ook voor die mensen een hele vredige dag. In ieder geval voor de suikerfeest. Dat ze niet hoeven te lijden en een. Ik ben heel erg emotioneel geworden door dit op te nemen ook, omdat we een heel moeilijke tijd bevinden. Dus ik vraag God om ons te bevrijden van deze moeilijke tijden en vrede te schenken aan iedereen. Dat we samen met elkaar kunnen leven zonder oorlog en zonder ruzie. En dat is elke keer mijn wens geweest om wanneer ik een filmpje opneem. Wees er voor elkaar, heb begrip voor elkaar. En ik wens jullie nogmaals een mooie dag toe. En tot ziens, bye bye.